What's up, Lamif? Welkom bij een nieuwe vlog. School wil me niet zien slapen. Dus dan moet ik wakker worden om 7 uur voor huiswerk af te werken. Nee, man. Dit is geen leven. Vandaag wordt een toffe dag, want er is een mooi event. Yes, sir. Het licht is een beetje scary. Ja, ik heb ook een paar lessen vandaag. Ga je daar ook naar meenemen. Maar als eerste huiswerk maken. Ik heb dit semester 6 vakken in totaal. En voor 5 van de 6 heb ik projecten of practicums. Dus moet ik daar thuis superveel aan werken. En voor practicums moet ik verslagen maken en die moet ik dan indienen. En bij sommige vakken moet ik die practicums ook voorbereiden. Ik skip mijn theorielessen in de voormiddag om mijn practicum af te werken, waardoor ik achter ben op mijn theorie. En die moet ik dan ook inhalen. En daarnaast heb ik nog dit YouTube-kanaal en een sociaal leven en mijn mentale gezondheid, waar ik aan moet denken. Dus dat is niet altijd even gemakkelijk om alles te balanceren en te plannen. Bon, let's make some food, want ik heb honger. Oké, okay. Let's go! Zie je, nu mensen te veel energie hebben voor geen reden. Besef dit weer. Het regent altijd. Is dat normaal? Ik heb les binnen 18 minuten. Ik ga mijn camera waarschijnlijk hier laten, want ik ben bang dat het nat gaat worden. Dus ik zie jullie straks. Ik heb nu een uurtje pauze. Ik ga terug naar mijn kot gaan. Ik ga daar eten. Dus ik ga terugkomen. Kom daar, we gaan gewoon pasta eten. Een kort leven is gelijk aan pasta. En sowieso ga ik daarbij ook gewoon thee drinken. Thee is magnifiek. Het vak dat ik hierna heb is biomedische elektronica. En op zich is dat echt nog een interessant vak, maar mijn prof is gewoon super slecht. Ik begrijp niks van wat hij zegt. Er is ook geen cursus en er zijn geen opnames. Ik heb nu ook zo'n project voor dat vak. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Ik weet niet hoe ik het ga fixen met dat examen. En niet eens omdat dat vak moeilijk is of zo, gewoon omdat die prof, hij is super vaag. Hij kan niks deftig uitleggen. Oh man, niet zo pa. Ik ben klaar met eten. Ik kan nu weer terug naar de campus. Voor de les waar ik geen zin in heb. We hadden 3 uur om te werken aan ons eindproject. En hij heeft ook zo'n beetje uitgegeven over wat we moesten doen en wat hij verwacht van ons. Maar zijn uitleg was dikke bullshit. J'avais rien compris. Zijn uitleg was zo raar. Zijn uitleg was zo sketchy. Maar ik had het gevoel dat hij zelfs niet eens wist wat hij moest doen. We zullen wel zien hoe dat verloopt. Het is 17:30 nu. Ik ga om 19 uur naar Remote Island. Het is een open mic trouwens, dus iedereen mag optreden. Ik ga nu klaarmaken om naar Remoria te gaan. Ik heb schoongemaakt, mijn kamer een beetje opgeruimd. Ik weet niet hoe ik tijd heb om te eten, het is al 19 uur. Maar ik ga honger hebben anders. Ik ga tanto honger hebben. Ik heb een beetje rijst klaargemaakt en dan curry saus met groenten. 2 hours later. Ik heb een klein beetje vertraging gehad, 21 uur. Ik ga nu naar Remoria. Hopelijk is de event nog gaande. Ah ja, we zien mij niet. Omdat mijn leven zo belangrijk is, moet ik alles vloggen. En moet dit beeld. Als ik zei, als een telefoon. Dat zijn zo'n bolletjes. Bolletjes? Ja. Nou ja. 0 op 10. 10 op 10. Mensen beseffen niet. Mensen beseffen niet. Wat de hel had ik hier even doen? Mensen beseffen niet. Wow, we zijn aangekomen aan Gravensteen. / Corona. Yes, sir. Lekker bij de lek komen. Sowieso. Niet. Ze denken mijn vlog is gewoon, hè? Ik weet niet waar iedereen maar gewoon in komen. Let's go! Je vlog aan ongedaag. Surrender to the good Lord. And who have your slack clean. Take me to your river. I wanna go. Dat was wel een backup.
over wat moet ik schrijven de hele tijd. En ik had net een hele relatie gehad, waarbij dat ik volgen heb gemaakt. Mon amour une malédiction. Wow, Gwan, you amazing girl. So far away from my best girl. Yeah, yes. Black excellence. Vloggings. Let's go. Ik ben back aan het vloggen. Na lange tijd ben ik nooit weg geweest. Hè? Je bent nooit weg geweest. Ik kan niet eens 30 slapen voor de universiteit. Ik word wakker, ik denk aan deadlines. Niet zo, Patch. Niet zo, pa.